Augustus, die laten we achter ons hoogste tijd om vooruit te gaan kijken wat september ons kan gaan brengen. Ik ben Axel, dit is jouw blogsupdate. update. En behalve dat gaan we ook nog kijken naar het laatste nieuws op dit moment. Ja, starten met uh, weinig goeds. De ETF-flows, om te beginnen die van uh, Bitcoin, 30 augustus, de laatste dag van de afgelopen maand, de laatste handelsdag. Wat we daarop hebben gepresteerd, uh, een flinke min 175,6 miljoen Amerikaanse dollar aan outflow. Dat kwam bij zo'n beetje alle fondsen vandaan. BlackRock deed helemaal niets. En voor de rest was de negatieve uitschieter opnieuw grayscale 70,2 miljoen Amerikaanse dollar. Een outflow we weten daarmee de maand dus niet bepaald positief af te sluiten. En precies datzelfde zien we terug bij Ethereum. Daar gebeurde niets. Een 0,0 score. Ja, dan kun je inderdaad zeggen: we hebben in ieder geval ook geen outflow gezien. Maar van een spectaculair uiteinde van de afgelopen maand is ook in dit opzicht dus geen sprake geweest. Die lijn zet zich door. Want het begin van deze maand belooft ook niet heel veel goeds op dit moment. Eh, minnen de meeste crypto's, we zien ook voor Bitcoin dat we inmiddels wel onder de 59.000 dollar terecht zijn gekomen. 58.000 is zelfs in sommige gevallen in het geding geweest. Eh, en daarmee ja, zetten we meteen de toon weer voor deze maand. Misschien ook geen verrassing. Als we gaan kijken naar de prestaties de afgelopen uh, jaren in dezezelfde maand. Maar dat is nog niet alles. Uh, want behalve dat die prestaties niet altijd best waren, gaan we zo meteen even verder naar kijken. Is ook de economische situatie in de VS nog steeds een belangrijke pijler daarin. Want de zorg voor een recessie op misschien wel korte termijn. Ja, die blijft groot. Die neemt in sommige opzichten zelfs toe. Uh, en dat zou natuurlijk erg slecht nieuws voor Bitcoin zijn, waarschijnlijk. Want. Bitcoin heeft eigenlijk nog nooit een echte serieuze recessie meegemaakt in de 15 jaar bestaan daarvan. Dus het zou spannend worden, maar de verwachtingen zijn dat dat ook daarvoor niet heel veel goed zou betekenen. En dat is dus een van de omstandigheden. We zien ondertussen wel dat de Fed nog steeds uitgaat. Zo verwachte markt van een renteverlaging. Dat zou nog rond de 17 naar 18 september bekend moeten worden gemaakt. Uh, ja, dat zou natuurlijk positief nieuws zijn. Maar ja, dat nieuws rondom een recessie, dat. Overstemt dat een beetje en dat zorgt er dus voor dat we op dat moment, uh, of op dit moment, vooral die negatieve cijfers zien. Ja, en hoe dat de afgelopen jaren is gegaan, uh, een beetje hetzelfde. Want je ziet hier in de septembermaanden veel rood verschijnen. En ook als we hier naar de gemiddelde gaan kijken, niet al positief. Uh, de average, het gemiddelde dus 4,54% in de min over deze maand. De mediaan ligt op 4,35%. Van beide kunnen we zeggen dat we dus uh, ja, niet heel veel positiefs kunnen verwachten. Hiervan uitgaand in ieder geval. Stevige maand, moeilijke maand. Uh, en op dit moment maken dus die net genoemde omstandigheden dat nog extra zorgelijk. En dan kun je natuurlijk zeggen: van dat zal allemaal wel, maar laten we eens even on-chain gaan kijken wat daar nu precies gebeurt. En ook daar is volgens Ali Martinez niet heel veel positiefs te melden. Want we zien namelijk een afnemende trend wat betreft de activiteit op het netwerk. Daar concludeert hij in ieder geval uit dat er op dit moment gewoon minder interesse is in bitcoin, ook vanuit de investerende sector. En dat zorgt er dus voor dat we daarin nog iets verder aan het terugzakken zijn. Dat is wat er op dit moment speelt. En waarom we dus, uh, as we speak, te maken hebben met deze rode prestaties. Over de vorige maand. Ja, hoe is die dan afgesloten? Uh, ook niet al te best. Dat was sowieso een bijzondere maand, omdat we misschien kun je het je nog herinneren, daar ook 5 augustus in hadden zitten, zoals dat dan hoort in de augustusmaand. Op zich niets mis mee, behalve dat dat in Japan de slechtste dag was voor de aandelenmarkt sinds 1987. En dat hebben we ook bij crypto geweten. Diezelfde dag moest Bitcoin namelijk zo'n 20% inleveren uh, aan waarde. Dat ging echt heel erg snel. Nou, dat was voor verschillende altcoins, met name de memecoins, nog een tandje erger. Ja, dat hebben we ook toch allemaal in die afgelopen maand gezien. Uh, voor Bitcoin wisten we dat uiteindelijk nog een beetje omhoog te duwen, rond de 59.000 dollar af te sluiten. Maar dat is nog steeds een min van 9% op de hele maand bezien. Het kan slechter, zoals ik al zei. Bijvoorbeeld Ethereum, dat heeft met bijna 22% in het rood de maand moeten afsluiten. Solana met 21% in de min zag er niet heel veel beter uit. Maar bij de memecoins, ja, nogmaals, daar vielen de echte klappen. We zagen bijvoorbeeld bij Pepe, Bank, zo'n 30% in de min. Ook DAX moest zo'n 40% de waarde inleveren. Dus echt een hele stevige minpercentages. En als we nu gaan kijken naar de afgelopen maand, ze dus zitten deze twee dagen alweer bij. Eh, zien we in ieder geval voor deze coins, zoals Maker, Palkadot en opnieuw Pepe, dat dat inderdaad niet heel erg lekker uitziet. Aan de andere kant ja, euh, zien we hier dan wel weer dat er ook munten zijn die het juist wel goed hebben weten te doen in diezelfde periode. Zoals met name Tron, dat was echt de uitschieter met 25% in de plus over die ene maand. Wat voor de rest dus niet heel erg positief was. Wat het wel het geval is, ook al zien we dat nu nog niet terug, is een klein stukje data dat misschien wel wat positiefs voor de euh, economie in de VS kan voorspellen. Vrijdag kwamen namelijk de PCE, de Personal Consumption uh, Cijfers, naar buiten. En dat is een hele belangrijke graadmeter voor de centrale bank in de VS. En die passen onder andere op basis van deze gegevens natuurlijk weer hun monetaire beleid erop aan. En dat zou dus kunnen betekenen dat in het geval dat deze cijfers positief uitvielen. En dat was ook zo, de renteverlaging weer een standje dichterbij is gekomen. Nou, de markt verwacht dus al dat die er sowieso gaat komen. De hoogte daarvan, dat is nog de vraag. En dit dus is dus data die mogelijk kan aangeven dat dat wat hoger gaat worden. dan dat we met z'n uh, allen misschien wel hadden gedacht. Moeten we nog maar gaan zien. Maar het is dus wel een hele belangrijke graadmeter. En die viel dan wel weer mee. Dus dat is natuurlijk het positieve randje hieraan. Ondertussen zien wij in een heel ander opzicht. een hele vreemde ontwikkeling: de terugbetalingen vanuit FTX. Het zou er uiteindelijk allemaal moeten gaan komen. Daar zaten we al lang op te wachten. Maar. Het lijkt er nu op dat de SEC daar nog wel eens flink in dwars kan gaan liggen. Ja, je gelooft het niet. Dat is dan de partij die, als we in ieder geval hun eigen beleid uh, zouden moeten geloven, toezicht had moeten houden destijds op FTX. Niet helemaal gelukt, 40 miljard verdampt. Nu willen ze eigenlijk gaan terugbetalen. En ook daar gaan ze dwars liggen. Wat is er aan de hand? Uh, de SEC heeft namelijk een waarschuwing gestuurd naar de FTX. Dat als zij hun schuldeisers gaan terugbetalen. Met stablecoins, dat de SEC daar wel iets van gaat vinden. Uh, hoe dat dan zit, uh, dat heeft alles te maken met dat het wordt gedaan en activa gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Dan vinden zij dus dat daar uh, iets van gevonden moet worden door deze toezichthouder. En dat hebben ze dus ook al per brief laten weten aan de United States Bankruptcy of Court in Delaware. Dus dat zou nog eens een lastig verhaal kunnen gaan worden. En daarmee wordt de roep dus opnieuw sterker om gewoon in crypto uit te gaan betalen, wat de markt eerder altijd opriep. Nou, dat was niet het plan van FTX. Die ging namelijk uitbetalen op basis van de waarde van diezelfde crypto destijds. En dat zou dan dus in dollars of stablecoins moeten gaan gebeuren. En die tweede optie, dat wordt nu dus ineens een veel spannender verhaal. Nou, ook vele partijen die hier uh, schande van spreken, die zeggen van ja, dit is echt pure overreiking vanuit uh, deze partij. Jurisdictieoverschrijving heb ik ook al voorbij zien komen. Uh, dat kunnen we allemaal wel vinden, maar ze gaan zich er dus wel tegenaan bemoeien. En daarmee komt in zekere zin op korte termijn de terugbetaling vanuit de FT, uh, FTX dus in serieus gevaar door de SEC zelf. Telegram is de laatste tijd stevig in het nieuws. Uh, nou, dat betekent dus ook dat er weer wat andere partijen zijn die in de data en de cijfers daarvan gaan duiken om te kijken of daar nog wat interessants te vinden is. En het was in dit geval zeker wel zo. Zoals we hier al zien op de Financial Times, schrijven zij deze volgende mooie titel. Telegram, a crypto firm with a sideline in messaging. En dat heeft alles te maken met de laatste jaarrekening. Daarin zien we namelijk dat Telegram een gigantische crypto-handler is. Zo'n 400 miljoen Amerikaanse dollar dat zij dus aan uh, crypto in bezit hebben, dat ze echt op de balans hebben staan. En een heel groot deel van de omzet dat zij blijkbaar dus te danken hebben aan diezelfde crypto en de handel die daarbij komt kijken. Uh, dat, is, uh, ja, dat zijn serieuze bedragen dus waar we het over hebben. En ook serieuze percentages die dat uitmaken van dit hele bedrijf. Want Zoals je hier al ziet, haalt Telegram nu zo'n 40% van alle inkomsten dus uit die cryptoactiviteiten. En hebben ze dus een gigantische hoeveelheid op de balans staan. En die activiteiten, dat is onder andere de transacties die zij faciliteren. De Walletdiensten die ze daaromheen faciliteren, daar worden bijvoorbeeld weer fees voor in rekening gebracht. Nou, dat bij elkaar opgeteld, maakt dus vandaag de dag een behoorlijk deel uit van de inkomsten van deze partij. Dat kun je dus allemaal precies terug gaan vinden in de cijfers hiervan. Crypto-gerelateerde activiteiten leveren dus zo'n 148 miljoen dollar op. En daarmee wordt dat ook een steeds groter en steeds belangrijker onderdeel, misschien wel van deze berichtendienst, CQ, Firm, zoals het hier al subtiel wordt omschreven. Behalve dit nieuws eh, moeten we natuurlijk ook nog even gaan kijken naar de koersen, koersen op TradingView.com en dat gaan we niet op de weekcandles doen. We gaan starten met de dagcandles, de dollarwaarde van Bitcoin op basis van de data van Bitstamp. En dan zie je dit vervelende stukje gebeuren. Nou, ik zal deze even een stukje doortrekken om dat nog wat duidelijker te maken. We hadden hier te maken eh, al langere tijd met wat een negatieve ontwikkeling, maar daarbinnen konden we wel constant blijven uitgaan van. De laatste strohalm, namelijk deze lijn. De support van dit opwaartse kanaal, waar dat we al hier sinds begin augustus, sinds 5 augustus ongeveer mee te maken hebben. Inderdaad, daartussen lagen nog een heleboel andere zeer belangrijke lijnen die we inmiddels al kwijt waren. Nadat we hier dus uit deze zone zakten, gingen we met name 27 augustus hard, misschien wel mis, kwamen we helemaal hier op de onderkant van deze lijn terecht. Hebben we nog een aantal dagen eh, wel van uit kunnen gaan. Het was wel constant spannend moet ik erbij zeggen. Maar nu uiteindelijk gisteren, daarmee dus de slechte start van deze maand, zakken we echt door de hoeveelheid, min 2,81% komen hier onderuit. Uiteindelijk met een dieptepunt van 57.205 dollar. Nou, vandaag uh, komen we op soortgelijke niveaus terecht, 57, 131 op het dieptepunt. Uh, weten we het uiteindelijk wel wat om te draaien met een plus van 2,27% tot nu toe? Betekent dat we in ieder geval weer boven de uh, 58.000 dollar zijn uitgekomen, maar nog niet die kritieke 59k. Daar zitten we dus weer onder en dat zal ook gezien deze hele situatie een steeds lastigere vraag gaan worden om daarin terug te komen. Als we dat niet redelijk snel kunnen doen. Aangezien deze lijn hier mogelijk een uh, belangrijke resistance in gaat vormen, ja, we weten hier die 57k dus wel nog een heel eind vast te houden. En de hoeveelheid lijnen en belangrijke niveaus die daarboven liggen, waar we nu dus onderaan het handelen zijn, uh, die worden langzaam maar zeker steeds meer. En daarmee valt dus te hopen dat we op korte termijn, bijvoorbeeld in de renteverlagingen, die we met z'n allen gaan verwachten, wat hoop uit kunnen gaan putten. En dat de, situatie, de economische situatie in de VS ook zeker niet gaat verslechteren, omdat het hier nog extra neerwaartse druk zou kunnen gaan genereren. We hebben nu in dit opzicht dus weer een aantal belangrijke lijnen te overwinnen. Maar de eerste wordt deze, en die wordt misschien wel lastig, daar zien we hier zojuist flink ook doorheen zijn gezakt. Iedere werkdag ben ik terug te vinden op onze welbekende kanalen. Het YouTube en Spotify kanaal van Blog. Zorg Dus ook dat je jezelf daar even op subscribed. Dan mis je nooit iets. Dan ben je dus altijd op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit de crypto en de economie en dat is natuurlijk een aanrader om bijvoorbeeld je investeringsstrategie op aan te kunnen passen. Ik ben voor nu weer helemaal bij. Ik hoop je morgen ook weer terug te zien op onze kanalen. Dus tot dan weer. Doeg.